Ik ga zo heel kort over het boek praten, maar dat is niet het belangrijkste onderwerp vandaag, of het hoofdonderwerp. Het hoofdonderwerp is namelijk, zoals de titel natuurlijk al suggereert, het bedden, oftewel het temmenzicht. Er is altijd een soort van discussie van moeten we het woord berber gebruiken of temmenzicht. Voor zover ik weet is het geen denigrerende term in het Nederlands, sowieso niet en in de West-Europese talen over het algemeen niet. Dus ik gebruik graag het woord berber ook omdat het bij heel veel mensen het woord temmenzicht, dus de naam voor het berber in het berber, niet bekend is. Maar ik gebruik ze vaak beide. Dus voor degene die niet weten wat temmenzicht betekent, dat is berber. En daarbij wil ik me in deze lezing vooral richten op Noord-Marokko. Dat is eigenlijk de plek waar ik zelf onderzoek heb uitgevoerd en waar ik nog steeds vooral in geïnteresseerd ben en vaak onderzoek uitvoer. En Nederland. Nederland, omdat ik in Nederland woon en ik daar iets over weet. Dus ik weet schrikbarend weinig over de situatie in België, helaas. En ook niet over de toestand van het Berber in West-Duitsland, waar ook wel vrij grote gemeenschappen Marokkanen van Berberse afkomst wonen. En dat ligt puur aan het feit dat er niet zoveel onderzoek naar is gedaan. Dat is heel spijtig, maar hopelijk komt daar verandering in. En hopelijk is dit een eerste stap, een eerste aanzet daartoe. Ik ga vertellen, de lezing ziet er als volgt uit. Ik ga eerst vertellen over mijn eigen onderzoek, dus het onderzoek naar het Homara-Berber. Eerst leg ik even de taalsituatie in Marokko uit, heel kort. Welke talen spelen een rol? Ik kan natuurlijk niet ingaan op alle details, maar kort welke talen daar een rol spelen. Vervolgens ga ik in op mijn eigen onderzoek. Dat is onderzoek naar het Homara-Berber. Een heel kleine Berber-variant die in de Rif in het noordwesten, om specifiek te zijn, van Marokko wordt gesproken. De taal die het dichtst bij Europa ligt. De Berbertaal die het dichtst bij Europa ligt, geografisch. En daarbij wil ik een vergelijking maken tussen het Homara en het Rifijnsberber, oftewel Tarifit, dat door de meeste Marokkanen in Noordwest-Europa wordt gesproken. Vervolgens wil ik dan een stap maken naar het Nederlands en dan kijken naar hoe de Marokkaanse talen, de Marokkaanse Arabisch en het Berber, het Nederlands hebben beïnvloed. En of ze het Nederlands hebben beïnvloed. Want er is wel een specifieke variant van het Nederlands ontstaan binnen Marokkaanse gemeenschappen in Nederland in ieder geval. En dat wordt ook wel straattaal genoemd. De straattaal omvat niet alleen het Marokkaanse element, maar ook andere elementen. En daar ga ik zo meteen op in. Dus laten we beginnen. Eerst, een van de kenmerken van Marokko, de taalsituatie in Marokko, is dat het een veeltalig land is. Dus er worden meerdere talen gesproken. En binnen die talen zijn er ook verschillende varianten. Waar iedereen natuurlijk gelijk aan denkt, dat is het Arabisch natuurlijk, hè? De grote taal die in het Midden-Oosten wordt gesproken, maar ook in Noord-Afrika. En wat kenmerkt het Arabisch eigenlijk? En dat is heel belangrijk om te weten. Daar ontstaat ook vaak verwarring over. Bij leken, mensen die zien Arabisch eigenlijk als één variant. Dus als men refereert naar het Arabisch, dan zeggen we altijd, ja, ik spreek Arabisch. Maar je moet altijd dan doorvragen, wat voor Arabisch? Dus er is een verschil tussen wat ze dan wat de wetenschapper Ferguson heel lang geleden, in de jaren 50, een hoge en een lage variant van het Arabisch noemt. En de term die daarbij gebruikt wordt is diglossie. Dat betekent dus dat er een variant is die in bepaalde domeinen wordt gebruikt. Het standaard Arabisch. En die wordt vooral in het geschreven en voorgelezen domein gebruikt. Dus het is vooral de taal van de media. Dus zodra je een Marokkaanse website opent, dan zal dat altijd in het Marokkaans website die in het Arabisch is geschreven, zal dat altijd het standaard Arabisch zijn. Darija wordt dus Darija dialectaal Arabisch, ook wel wat Ferguson dan de lage variant noemt. Dat is eigenlijk de variant die in het gesproken domein voorkomt. Dus het is eigenlijk de moedertaal van alle Marokkanen, maar eigenlijk ook, er zijn allemaal dialectverschillen, dus een heel Arabische wereld.
is dat eigenlijk de moedertaal van de mensen. Dat is de taal die ze thuis spreken, die ze van kind af aan horen, die ze meekrijgen. Iemand die niet naar school is geweest, dus die nooit standaard Arabisch heeft geleerd, die zal heel veel moeite hebben om dat te verstaan. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het verschillende taalvarianten zijn. Dus de standaard Arabisch moet je echt leren. En ja, vandaag de dag zijn er nog heel veel analfabeten in Marokko. Het is een van de landen met het hoogste percentage analfabetisme in de Arabische wereld. Dus ja, dat zul je heel vaak tegenkomen. Dat mensen ja, een soort van half begrijpen wat er geschreven wordt of het helemaal niet kunnen lezen. En ja, zelfs in de grote steden heb je dat nog. Dus ik heb wel eens meegemaakt dat een vrouw in Rabat me vroeg of ik een telefoonnummer voor haar kon intypen. Omdat ze de cijfers niet kon lezen. Dat is dan in de hoofdstad, hè? Dus laat staan hoe dat op het platteland is. Dus nou ja, dat onderscheid tussen standaard Arabisch en dialect Arabisch. Dat is belangrijk. Daarnaast is er ook nog een andere taal. Dat is het Frans. De taal van de kolonisator. Frankrijk heeft tot 1956 in Marokko geregeerd. Maar daarna is de taal ook nog belangrijk gebleven. En het is eigenlijk ook de tweede taal na het standaard Arabisch. En die wordt in het geschreven domein wordt die ook vaak gebruikt. Dus er zijn heel veel websites, media, die in het Frans schrijven. En alleen in het Frans. Dus er is een soort van concurrentie tussen standaard Arabisch en het Frans in dat domein. In de gesproken media heb je een soort van de talkshows op tv, populaire shows, vaak ook reclames, dus waarbij mensen echt een boodschap aan de mensen willen, waarbij bedrijven een boodschap aan de mensen willen doorgeven, zie je heel vaak dat er ja, ook wel Frans wordt gebruikt, of dat er een soort van codeswitch dialect of met standaard Arabisch wordt gebruikt. Dus je gebruikt dan een half zinnetje in het dialect en dan doe je er een paar woorden uit de standaard Arabisch bij. Standaard Arabisch wordt trouwens ook wel Fusha genoemd. In het openbare gesproken domein heb je, afhankelijk van de plek, afhankelijk van de sociale klasse met wie je praat, heb je concurrentie tussen drie varianten eigenlijk. Dus je hebt de Marokkaans Arabisch. Dat is gewoon een gesproken taal, zoals ik net heb gezegd. De meest alledaagse taal. Dan heb je het Frans. Dat als taal van een gewone conversatie beperkt is tot een kleine elite. Maar heel veel mensen beheersen de taal wel. Dus als je nou ja, in een grote stad, in Casablanca bijvoorbeeld, in het business district gaat zitten, dan zul je twee Marokkanen tegenkomen die alleen in het Frans communiceren. Maar heel vaak, en dat is misschien wel ook wel een normale manier van praten, is dat je Marokkaans Arabisch Frans codeswitching hebt. Dus dat betekent dat je een zinnetje in het Marokkaans Arabisch doet en dan het afmaakt in het Frans. En dat is veel gebruikt in bepaalde kringen. Dan heb je het familiaire of dorpse domein. Nou, daar wordt dan vooral Marokkaans Arabisch gebruikt door 65-75% van de Marokkaanse bevolking. Daarnaast heb je dan ook nog, afhankelijk van de regio, heb je nog verschillende Berbertalen. Je hebt het Tashlihit in het zuiden, dus in Agadir, in de Hoge Atlas. Dan heb je het Centraal Marokkaans Berber, dat weer een beetje verwant is aan het Tashlihit. Een soort van dialectovergang naar het Centraal Marokkaans Berber, maar het is toch anders. En dan heb je het Rifais in Noord-Marokko. Dan heb je ook nog een paar kleine varianten, zoals Figik in het Noordoosten tegen de Algerijnse grens. En dan heb je bijvoorbeeld ook nog het Omara Berber, dat ik zelf heb bestudeerd en waar ik hier over ga praten. Nou, tot zover eigenlijk de taalsituatie wat betreft Arabisch en het Frans. In 2001 heeft de koning aangekondigd, koning Mohammed VI aangekondigd, dat er een instituut voor MSJ-cultuur, dus het instituut voor Berbercultuur, zou worden opgericht. Nou, dat is een foto of een printscreen van de website. En dan heb je dat hele mooie instituut, dus Institut Royal de la Culture, MSJ. En ja, dat is dus in Rabat. En dat instituut is dus verantwoordelijk voor het onderwijs in het standaard Berber. Dus dat is ook nog een andere variant die daarbij komt. Nou, om dat te begrijpen moeten we eerst even kijken naar de taaldiversiteit binnen het Berber. Dus zoals ik al zei, je hebt drie varianten van het Berber.
Maar binnen het Berber staan ook weer sterke dialectale verschillen. Dus waar kun je het mee vergelijken? Ongeveer met het verschil tussen continentaal West-Germaans. Dus zeg maar tussen het Nederlands, Duits en ja, Nederlands, Duits, Engels. Ongeveer die verschillen. Dus, nou ja, dus dat betekent dat de Berbertalen onderling niet... hoe verder je van je dorp afgaat, hoe verder je van de regio afgaat, dat je steeds minder zult begrijpen. Er zijn natuurlijk altijd wel overeenkomsten, maar communicatie wordt op een gegeven moment wel moeilijk, hoe verder je van de regio afzit. De ideologie van het, zeg maar, het IRCAM, is dat alle Berbers eigenlijk in essentie dezelfde taal spreken, alleen dat de verschillen slechts oppervlakkig zijn. Dat is de ideologie. Dus dat betekent ook inclusief Touareg. En Touareg is een taal die in de Sahara wordt gesproken. Dat is heel ver weg van Marokko. Maar dat is een beetje de ideologie. Hè? Alle Berbers zijn, alle Berbertalen zijn hetzelfde op een paar oppervlakkige verschillen. Maar nou, dat is dus niet zo. Daarom dacht men, is het zinnig om een soort van pan-Berber te construeren. Dat wil zeggen van een soort van algemeen Berber. Dat alle Berbers zouden kunnen verstaan. En waarmee ze onderling, zeg maar, zouden kunnen communiceren. Dus dit pan-Berber, het beste uit alle Berbertalen, moet dan standaard worden. Hoe zou dat dan worden geïntroduceerd? Nou, het eerste jaar van de lagere school zou er wel een differentiatie zijn tussen de drie talen. En dat uitzicht dan in het uitgeven van boekjes voor de verschillende regio. Dus de RIF heeft een eigen kleur en Midden-Atlas en het Zuiden. Die hebben allemaal verschillende boekjes. Maar wat je dan in de praktijk ziet, is dat er heel veel neologismen al in zitten. En neologismen zijn woorden die... nieuwe woorden die de taal zelf nog niet bezit. Dus dan moet je denken aan een eigen Berberwoord voor computer. Of een Berberwoord voor politiek. In plaats van dat je zeg maar het Arabisch CS zelf zo brengt. En daarna zouden de kinderen dan langzaam in de standaardtaal worden ondergedompeld. En zouden ze die kunnen gebruiken. Wat is het? Nee, we zijn nu 20 jaar verder. De Berbertaal is langzaam geïntroduceerd. Maar wat je nu ziet is dat je nog steeds schrikbarend weinig mensen die standaard Berbertaal beheersen. Dus, en meestal beheersen de leraren die het moeten onderwijzen het zelf ook niet. Buiten de schoolboeken wordt de taal eigenlijk niet gebruikt. Behalve soms in redactionele commentaren. En in, zeg maar grammatica's en boeken die het IRCAM zelf uitgeeft. Waar die wel wordt gebruikt is bijvoorbeeld ook in, als je dan in Marokko rond hebt gereisd, dan zie je overal het standaardberber. En standaardberber gebruikt ook een schrift dat het Tifinagh heet. En dat Tifinagh is ook geïntroduceerd als een soort van middenweg tussen het Latijns schrift en het Arabisch schrift. En dus dat zie je overal in Marokko, ook als je naar een Arabisch sprekende gebied gaat. Als je in Fes bent, dan zie je ook dat Tifinagh gebruikt wordt. Nou, dit is een voorbeeld uit Ezgenren, Zigankan. Dat is een dorpje naast Nador. Het is eigenlijk deel geworden van Nador nu en daar komen mijn ouders vandaan. En hier zie je dus dat die drie talen gebruikt worden. Dus hier zie je het Arabisch, Saydili Ezgenren. Dus de apotheek van Ezgenren, van de plek Ezgenren. Dan heb je het hier in het Frans, Pharmacie Zigankan. En dan staat het hier in Tifinagh. Maar het staat hier dus in het standaard Temezicht. Dus in het standaard Berber. Dus ook al kan je Tifinagh lezen, je moet weten wat hier staat om het te begrijpen. Dus hier staat Tinu Safar Nuzanren. Dus nou ja, Nuzanren betekent van Ezgenren, maar Tino Safar, dat is niet het normale woord in het Rifeins Berber, dat de mensen daar op straat spreken, voor een apotheek. Nee, mensen gebruiken gewoon het mooie Spaanse woord farmacia. En dus niemand zal begrijpen wat daar staat. Ze weten natuurlijk, ze kunnen het Arabisch lezen, want dat hebben ze op school gehad. Tenminste, veel mensen op school gehad. En ze kunnen het Frans lezen, want dat hebben ze ook op school gehad. En... maar hun eigen taal kunnen ze dus niet lezen. Ook al zouden ze dat Tifinagh begrijpen. Dus dat levert wel, dat is wel een probleem. We gaan kijken naar
het percentage per betaald. Dus we hebben het net gehad over, over de drie gebieden. En je ziet hier eigenlijk dus de rode gebieden. Dat zijn gebieden waar meer dan 50% van de bevolking Berber spreekt. Dus dat verschilt per gebied. In sommige gebieden is het wel 90%, 95%. Maar er wordt altijd wel een beetje Arabisch gesproken. En de mensen zijn ook, de meeste mensen, heel uitgezonden misschien hoog in de bergen ergens, een paar vrouwtjes, zijn tweetalig. Dus die spreken zowel hun eigen taal, hun moedertaal, een Berber variant, plus Darija, het Marokkaans-Arabisch. Nou, in het zuiden heb je dan Tashhit. Hier ongeveer wordt Midden-Atlas Berber gesproken. En in het noorden heb je de Rif. En hier, dus eigenlijk zou het niet zichtbaar moeten zijn op de kaart, want het is zo klein, heb je dus het Ghomara. En dat is de taal die ik heb bestudeerd. En hier in het oosten heb je bijvoorbeeld ook een oase, het Figik. Daar wordt ook Berber gesproken. En dit geldt trouwens, dit is trouwens alleen Marokko. Hè? De Berbertalen worden over heel Noord-Afrika gesproken. Maar daar ga ik nu niet op. Dat is iets voor een andere lezing. Het Ghomara. Nou, wat ga ik doen? Ik ga hier uiteenzetten wat eigenlijk de verschillen zijn tussen het Ghomara en het Rifat. Want, waarom doe ik dat? Omdat de vraag altijd was, is het Ghomara, dat geografisch natuurlijk best dicht bij de centrale Rif ligt, is het een variant van het Rifat? En zijn er criteria om te zeggen van ja of te nee? Nou, daar gaan we even naar kijken. En dan kunnen we zelf een conclusie trekken. Nou, dit is de grammatica die een aantal jaar geleden is verschenen, in 2016. Is uitgegeven bij Kuppen in Duitsland. En onder redactie van Harry Stromer, die de Berber Studies reeks uitgeeft. Inmiddels zijn er 55 delen verschenen. En de reeks bevat teksten en grammatica's. Ook andere studies op andere taalkundige gebieden. Maar ik wil het eigenlijk dit even noemen, want ik vind het, het is een heel mooie reeks van boeken, waarin heel veel nuttige, waardevolle informatie staat. Er zijn bijvoorbeeld veel tekstuitgaven uit verschillende derde gebieden over heel Noord-Afrika, dat is dus vanaf Egypte, de Siwa tot aan Marokko. Met ontzettend veel interessante etnografische teksten bijvoorbeeld. En ik vind dat het te weinig bekend is onder mensen. En dat het wel. En heel vaak staan er ook vertalingen bij, dus in het Engels of in het Frans. En ik denk dat het ook voor jongeren, voor andere geïnteresseerden, heel nuttig is of heel nuttig kan zijn om je echt in die taal en in de cultuur te verdiepen door echt die teksten te lezen. Dus hierbij eventjes een klein reclamepraatje, maar mijn boek is daar dus ook in die reeks verschenen. Nou, het Ghomara-Berber is eigenlijk best wel interessant, want tot voor kort, voor mijn beschrijving, was eigenlijk niet heel duidelijk of de taal nog wel bestond, dus of de taal nog wel gesproken wordt, want het eerste en enige artikel dat is verschenen is van Colin, dat was een beroemde Arabist, die heeft heel veel gedaan op het gebied van de bestudering van het Arabisch, van het Arabische Noord-Afrika. En hij heeft dus één klein artikeltje geschreven, Le Parler d'Albert de Ghomara. En dat was in 1929. Dus dat is bijna een eeuw geleden. Daarna is eigenlijk helemaal, decennia niks verschenen tot aan 2008. Toen heeft de toenmalige student Jamal Hanouch heeft zijn MA thesis geschreven over het Ghomara-Berber. Dus die is daar geweest en die heeft gecheckt en dat bleek nog dat zelfs kinderen de taal nog spraken. Dus die heeft daar een MA-thesis op geschreven, daar heb ik op voortgeproduceerd en heb ik dus mijn proefschrift over geschreven. Nou, als we hier kijken, zien we ongeveer dezelfde kaart. Je ziet dat, zeg maar, de verdeling van de Berbertalen. En hier wil ik alleen even aangeven dat dit dus de regio is waar Ghomara wordt gesproken. Zoals ik net al zei, het zijn een paar dorpjes, dus dit is waarschijnlijk veel te groot, maar ik denk dat het kleiner hadden gemaakt dat je niet had kunnen zien op de kaart. Dus om even te weten waar. Dus het ligt tussen, als je van Lhuzina de kustroute, de prachtige kustroute richting Tetouan neemt, dan kom je er langs. Je gaat eerst langs Djebha, dat je hier op de kaart ziet. Hier zoomen we dus in. Hier heb je het plaatsje Djebha, voor degene die de geografie van Marokko een beetje kennen.
deze kant op is naar Al Hoceima. En hier is deze kant op ga je naar Tetouan. Nou, dit zijn de dorpjes waar dus Homara bij wordt gesproken. Deze kaart klopt niet helemaal. Dit is trouwens Peter Bensche, die is daar in 2002 geweest. En die heeft dit kaartje gemaakt. Hij heeft voor de rest geen, niks over de taal gedaan, maar alleen gecheckt waar de taal wordt gesproken. En hij heeft hier een foutieve streep gezet om het plaatsje Bohmed heen. Dit is dus de centrale plek waar de markt wordt gehouden en zo, waar iedereen hier vandaan naartoe gaat. Maar hier wordt geen, de inwoners van deze plek spreken geen Homarabe. Dus de grens ligt ongeveer hier. Dus het zijn echt een paar kleine dorpjes. Een stuk of 20 of zo. Dus het is heel beperkt. En ik ben dus naar een kustdorp geweest. Daar heb ik maanden veldwerk gedaan. En dat dorpje heet Sidi Yahya Arab, oftewel Araben. Nou, het ziet er zo uit. Heel mooi kustdorpje. Met veel vissers. En ja, voor de rest zitten ze in de... zijn het boeren. En ze zitten natuurlijk, zoals in de hele regio, in de wietkweek. Kif uit de Rif. Dat vond ik wel leuk om even te laten zien. Ik vond het ook wel leuk om mezelf weer even terug te gaan naar de foto's. Het zijn een aantal kinderen die ik toen heb gefotografeerd. En die waren aan het spelen en heb ik even mee gepraat. En die spraken allemaal nog mooi Homara. Dus wat dat betreft is het wel een taal die bedreigd wordt. Maar het wordt nog wel doorgegeven aan kinderen. Het worden helaas wel steeds minder kinderen. Ik heb ook een kleine enquête gedaan. Merkte ik dat heel weinig kinderen de taal nog beheersen. Maar het wordt in zekere zin nog wel doorgegeven. Nou, dit is een andere activiteit. Het zijn natuurlijk ook geitenherders. Dus ook een mooie foto van de geitjes die door de bergen werden gedreven. Nou, hoeveel sprekers zijn er? Minder dan 10.000. En 10.000 zitten we echt aan de hoge kant. Er is 100% tweetaligheid. Dus iedereen spreekt zowel Homara Temazigh, dus Homara Berber, als dialectaal Arabisch. En dat is dan ook weer een lokale variant van het Arabisch. Dus de zogenaamde Jbele Arabisch. Dus 100% tweetaligheid. Ook de vrouwtjes, alle oude vrouwtjes spreken allemaal ook Arabisch. Dat kan ook bijna niet anders, anders zouden ze niet met hun buren kunnen communiceren. Nou, wat is er nou speciaal aan het Homara? Homara heeft bijvoorbeeld unieke woorden in Marokko. Die nergens in Berbertalen voorkomen. Wel een paar andere varianten van het Berber buiten Marokko. Een van de woorden is bijvoorbeeld essen, voor tand. Dat is een woord dat dus niet in de andere Berber variant van Marokko voorkomt. Een ander woord is telvet, ei. In Trifijns heb je temtjic, wat heel anders is en anders klinkt. En dit komt dus niet in Marokko voor, behalve dan dat het in het Trifijns, dat een variant van deze vorm wel in Trifijns voorkomt, maar niet direct voor ei wordt gebruikt. Als we even gaan kijken naar een vergelijking tussen het Homara en het Terivit, dus het naburige Terivit, dan zien we een aantal verschillen. Als we kijken naar de naamwoorden, dan heb je bijvoorbeeld het verschil tussen de prefix, dus het voorvoegsel A, voor bepaalde naamwoorden. Dus als je kijkt naar het woord voor hand, dan zeg je in het Homara zeg je afus, terwijl je in het Terivit fus zegt. Je zegt voor voet, zeg je voet of been, zeg je atar in plaats van waar. Dus je ziet die A, die ontbreekt in het tijdje. Het is eigenlijk een kenmerk, dus het ontbreken van de A is eigenlijk een kenmerk van een bepaalde groep talen, waar het tijdje toe behoort en die dan de Zenatische talen worden genoemd. Ja, je ziet dat het Romara daar dus niet bij hoort, omdat die A ontbreekt. De woorden zijn ook heel anders. Dus kijk, vergelijk maar. Dus basis, dit zijn basiswoorden. En je ziet dat die anders zijn. Dus het woord voor berg is Eri in het Homara. Terwijl het Edraar in het Tarifit is. Ezrif voor weg. Ebrir voor, in het Rifijns. Tessel voor koe in het Homara. En Tefunest voor koe in het Tarifit. Eglu voor een ploeg en Asgar voor een ploeg in het Tijger. Nou, andere woorden komen wel overeen, alleen zien er heel anders uit. Dus het woord voor vogel, Algetit, in het Homara, wordt in het Tarifit wordt het Azzir.
Dus ik heb het ook gevraagd aan een spreker toen de tijd. Wij zeggen dan associëren in het refrein. Zij zei, oh, nou, dat zou ik niet herkennen. Terwijl, hoewel het hetzelfde woord is, zou ik het niet herkennen als je dat zou zeggen. Nou, het woord voor vinger, atog, is heel anders dan Allah. Het telwoord, één, yen, yeth, is dan ijin of ishten in het Taifit. Dus ook heel anders. Werkwoorden, dus ook weer basiswerkwoorden. Werkwoorden die, dat zijn alledaagse werkwoorden die men heel vaak gebruikt. In de Gomara is het da'idu, voor gaan. In Taifit is het roeh. Giz, voor afdalen. Dat doen ze natuurlijk heel vaak, hè, van de berg afdalen. Giz. En in het Taifit is het huwa. Skir, voor doen, wordt is ik in het Taifit. Ntug, voor vliegen, wordt ro. In het Taifit. Lkim, aankomen, is ouwel, eeuwel. Nou ja, punt is gemaakt. De werkwoorden, je ziet ook dat er heel veel werkwoorden, basiswerkwoorden, ook gewoon anders zijn. Dan heb je nog voorzetsels. Nou, der, hè, der is dan raar, naar in het refijns. Derer, dat is een voorzetsel dat helemaal niet bestaat in het refijns. En dat betekent, dat wordt gebruikt als je naar een persoon toe gaat. Met wordt dan i of il, terwijl dat in het refijns ek is. Dan heb je bijwoorden. Nu is dan emilla of emilla, terwijl het in het refijns roog of roga of rogo is. Alazen, voor morgen, fiusha. Adgam, gisteren. En in het refijns dat ilmat. Heel veel verschillen. Nou, nog even de voornaamwoorden. Je ziet dus ook dat er wel gelijkenissen zijn, zoals in alle Berbertalen, dat de voornaamwoorden eigenlijk, dat je ze allemaal wel herkent. Maar je ziet dat er ook echt grote verschillen zijn in de manier van uitspreken. Dus in de eerste persoon, dus ik, is in het Romara Nik, terwijl het in het Tarifite Nish of Nish is. Nou, dan heb je Kuj, Kuj. Nou, dat is heel anders dan Shik in het Tarifite. Kim, voor jij, vrouwelijk. Voor Shim, dan zie je wel gelijkenissen. Nou, Nutta, Nutta zijn hetzelfde, bijna hetzelfde. En dan heb je de eerste persoon meervoud Nukna, terwijl je een Tarifit in de Shin hebt, of in sommige gevallen in de Shinin. Tweede persoon meervoud heb je Kunna, en in het Tarifit Kniel. En derde persoon meervoud heb je dan Nihna, voor zij, en in het Tarifit Nithni. Dus dan zie je ook weer, hoewel er gelijkenissen zijn, zie je toch ook grote verschillen. Overigens is het in het Romara, in het Tarifit heb je ook nog een onderscheid in meervoud tussen mannelijk en vrouwelijk. Dus je hebt ook kniend, dus in plaats van dus tweede persoon jullie vrouwen, kniel. Dus jullie mannen, kniel, en jullie vrouwen zijn kniend. En die ontbreken in het Romara. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat het zo door het Arabisch is beïnvloed. Op het gebied van de fonetiek heb je de typische, klankverschuiving in het refijn, dat de L een R is geworden. Dus, en dat is in het Romara behouden. Dus dan zeg je bijvoorbeeld elum voor hooi, elum. Dus dan heb je weer die A ook. Maar dan die L die blijft dan staan. Dus die verandert niet in een R. Terwijl in Tarifit, en dat is heel kenmerkend voor Tarifit, wordt de L wordt, een R. Dus dan zeg je room. En die A ontbreekt dan voor hooi. Het is eigenlijk hetzelfde woord, alleen er zijn klankverschuivingen. Dat geldt ook voor tella en voor elili. Dus terre en erili. Nou, hoe zie je dat dat in het refijns dat een L en R wordt, dat zie je ook aan Arabische leenwoorden bijvoorbeeld. Dus le flous, het Arabische woord voor geld, flous, ja, dat ook weer vaak in de Europese taal is terechtgekomen, in het Nederlands en in het Frans. Er wordt dan in het refijns rufelous, met een R. De dubbele L wordt dan in het refijns een je, dus dan zeg je bijvoorbeeld de honger hebben, dat eat just, hij heeft honger. En dat is in het Omara is dat gewoon een L gebleven. Dus zeg je los. Dan heb je de uitspraak van de R. Dus de oorspronkelijke R. Die wordt altijd uitgesproken. Dus je zegt Erges voor man. Terwijl in het interfijns heb je Ages of Ages. Dus die R die wordt niet uitgesproken. Amgir. En in het interfijns heb je Amja. Dus die R die vervalt dan weer. Een ander belangrijk punt van onderscheid tussen Tarifit en Tomara is dat het vrouwelijk, de uitgang van het vrouwelijk meervoud. Dus in het Rifijns maak je een meervoud door iets aan het prefix te veranderen, dus aan het voorvoegsel, maar ook aan het achtervoegsel. En dat doe je door een in aan te voegen op het einde. Dus je hebt de hamush, die hamushin. Tifunes, tifunesin.
Thamra, Thimra, Rin. Maar in Tolmara, en dat is ook uniek eigenlijk, maak je in plaats van de in, maak je, wordt het een en. Dus je hebt Tamraat en dan wordt het Timraaran. Temazirt voor land, Timazirthen. Tit, dat Tewan, voor oog. En dat verklaart eigenlijk ook waarom het woord, de naam van de stad Tetuan, op AN eindigt. Dus dat wil zeggen dat er ooit, heel vroeger, daar ook een Berbertaal werd gesproken die het suffix, het vrouwelijk meervoud suffix AN heeft. Dus N. Dus een zustertaal van het Romara. Of een voorganger van het Romara werd daar ooit gesproken. Dat is inmiddels al lang niet meer het geval. Daar wordt gewoon, daar wordt de Derija gesproken. De Jubli variant van het Derija. Dus de noordwestelijke variant. Ja, een interessant punt is dat, dat gaan we zo zien, is dat Romaren heel erg door het Arabisch is beïnvloed. En dat komt omdat, nou ja, die mensen die hebben heel lang die twee talen gesproken. En als je tweetalig bent, dan zul je zien dat heel vaak de ene taal de andere taal beïnvloedt. Nou, dat zul je misschien zelf ook wel merken, dat als je heel vaak Engels spreekt, dat je het Engels, dat je Engels je Nederlands beïnvloedt. Het geldt dus ook voor het Berber. Dus het Arabisch heeft het Berber beïnvloed. En dat gaan we zien, dat wil ik laten zien aan de hand van dit voorbeeld. Dus je hebt in het Berber heb je een manier om kleinwoorden te maken. En dat is door de vrouwelijke affix. Dus het voorvoegsel en het achtervoegsel aan een mannelijk woord toe te voegen. En het mannelijke woord moet dan een zogenaamde non-animate zijn. Dus niet menselijk. Dus het woord voor berg, eril. Daar kun je verkleinwoord van maken door terilt van te maken. Dus een kleine berg. En dat geldt ook voor MRS, voor vallei, essie, rivier en elke stok. Nou, daar doe je die affix omheen. En dan krijg je dus een kleine variant. Maar wat doen ze nou ook wat doen ze nog meer in het Romara? Ze nemen de Arabische manier van verkleinwoorden maken. Dat is dus door een klinker toe te voegen in het midden van de woord, die nemen ze ook over. En dat is eigenlijk best wel, dat is uniek in het Berber. Dus dat gebeurt echt niet in andere Berbertalen. Dus bijvoorbeeld het woord voor jas, akpot, wordt dan, daar kun je een kleine jas van maken door akpipot aan toe te voegen. En dat komt uit de Arabische manier. Dus, maar ook erhul, bijvoorbeeld, voor ezel, wordt dan erhuil, een kleine ezel. En je kunt het zelfs combineren. Dus je kunt de Arabische manier en de Berbische manier combineren om heel veel onderscheid te maken. Dus bijvoorbeeld een grote pollepel, een ezrul. En dan heb je niet zo'n grote pollepel, een ezrul. En dan tezrult voor een kleine pollepel. En dan tezrult voor een heel kleine pollepel. Nou ja, dus zo worden de Berbische manier van verkleinwoorden en de Arabische manier gecombineerd. Nou, wat laat dit eigenlijk zien? Dit laat zien dat het Romara Berber, of het Arabisch, de ene taal, de dominante taal, dus het dat is zeg maar, hier is het gesproken Arabische dominante taal, beïnvloedt de minder dominante taal, de kleinere taal. En mijn proefschrift ging eigenlijk de reden om de Tolmara-Berber te beschrijven, niet de enige reden, maar een van de redenen was, hoe kunnen talen elkaar beïnvloeden? En Tolmara gaat er heel ver in, door dit soort dingen te doen. Dit is echt vrij uniek. In de wereld. Er zijn heel weinig talen waarin dit soort dingen gebeuren. En vervolgens kwam ik bij de vraag, maar hoe zit het dan met de invloed van de Marokkaanse talen op het Nederlands? En dat is het onderwerp van het tweede deel van mijn lezing. En dat gaat dus over het Marokkaans-Nederlands in Gouda. En ik zal zo vertellen waarom ik dat in Gouda heb bestudeerd. En nou ja, er staat fonetische aspecten. De Marokkaanse talen hebben vooral het fonetische aspect van het Nederlands beïnvloed. Dus dat wil zeggen de uitspraak, de intonatie, de klanken. En ik ga er twee voorbeelden uitleggen. Omvat heel veel aspecten, maar ik wil er twee uitleggen. Maar eerst even de komst van de Marokkanen en een slokje water. Nou, zoals ook in België en in Duitsland
zie je eigenlijk dat behalve een enkeling, dat de meeste Marokkanen begin jaren 60 naar Noordwest-Europa komen. In Frankrijk heeft een iets andere geschiedenis vanwege de kolonisatie. Zij zie je daar al eerder grote groepen Marokkanen zich vestigen. Maar naar België, naar Noordwest-Europa, zie je het echt vanaf de begin jaren 60 echt dat er veel mensen naartoe komen. Ze komen uit verschillende gebieden, maar vooral uit het noorden, uit de Rif. Dus Rif was traditioneel al heel lang een migratiegebied. Mensen trokken eeuwen geleden al naar de steden, maar ook bijvoorbeeld naar Algerije. Dat was al sinds de kolonisatie van Algerije door Frankrijk. Trokken Rifijnen eigenlijk in de seizoensmigratie al naar Algerije. Waar komen Rifijnen vooral terecht? In Noord-Frankrijk, in België, in West-Duitsland. Ook in Scandinavië trouwens en in Nederland. Nou, ze gingen vooral in Nederland gingen ze aan het werken in de fabrieken in de Randstad vooral. En ook in de mijnen in Limburg. Dat was natuurlijk ook waar ze in België vooral terechtkwamen in het begin. En eigenlijk het centrale punt van het ontmoetingspunt, knooppunt van de Marokkanen in de jaren 60 was Utrecht. Van daaruit hebben ze zich verspreid over het hele land. Nou, in 1969 is er een wervingsakkoord gesloten met Nederland. Toen was de migratie, de spontane migratie zoals het genoemd wordt, dus mensen komen op eigen initiatief, was al lang gaande. En je ziet dat na de oliecrisis in 1973 wat moeilijker wordt voor mensen om zich te vestigen, of eigenlijk onmogelijk wordt gemaakt in Nederland. Zie je dat de gezinshereniging op gang komt en die neemt echt grote proporties samen in begin jaren 80. Dus dan zie je dat heel veel van de gastarbeiders die halen hun de rest van hun gezin, vrouwen en kinderen die meestal die in Marokko achter zijn gebleven, halen ze naar Nederland. Hier is die mooie kaart van Hein de Haas die daar onderzoek heeft gedaan naar migratie en die laat zien waar eigenlijk de wat hij dan noemt traditional areas of the heavy international migration zijn. Nou, dan zie je hier heel duidelijk de Rif, dus dit deel van de Rif rondom Moujder, dit hele gebied, vooral platteland natuurlijk. Hier ontbreken de steden Nador en Houssima op de kaart. Maar hier heb je dus traditioneel heel veel migratie. Dit, dus het westelijke deel, dus ook waar Romara-Berber wordt gesproken, dat is wat later op gang gekomen. Vanaf de jaren 90 eigenlijk pas echt. En die hebben zich vooral gericht, die richten zich vooral op Spanje. Dus het was al lastiger om Noord-Europa binnen te komen. Nou, heb je in het zuiden ook nog traditionele migratiegebieden rondom hier in het Soes-gebied. Ja, dan wil ik heel even een uitstapje maken naar mijn eigen boek dat binnenkort uitkomt. Het is een persoonlijk verhaal, De Gast uit Rifgebergte heet het. Een soort van algemene koloniale en migratiegeschiedenis schets van mijn eigen opa. Die in 1964 in Utrecht aankwam. Maar ik ben ook teruggegaan naar zijn jeugd. Dus hoe waren de verhoudingen met het Spaanse regime? Hij heeft in de mijnen gewerkt in de omgeving van Zigangan. En hij heeft me daarover verteld in een aantal jaar voor zijn dood. En ik heb vandaag het boek naar de drukker gestuurd, dus ik ben er hartstikke blij mee. En het wordt 2 maart verwacht. En het wordt uitgegeven bij uitgeverij Corsé in Amsterdam. Dus vooral bestellen natuurlijk, ja. Hoop ik. Gaan we verder met over straattaal. Eerst gaan we kijken naar waarom ik Gouda heb gekozen. Dit is eigenlijk, de keuze is snel gemaakt, want je ziet dat Gouda, dit is een overzicht van een aantal jaar geleden, Gouda de meeste Marokkanen als percentage van de bevolking heeft. Dus om en nabij de 10% van de bevolking van Gouda is van Marokkaanse origine. Gouda is een heel klein stadje, het heeft iets van 70.000 inwoners. Maar 10% daarvan is dus van Marokkaanse origine. En er zijn heel veel weinig andere etniciteiten. Dat is ook nog een voordeel. Dus als je naar Amsterdam gaat kijken, even terug. Dus Amsterdam heeft ook 9% Marokkanen. Maar het is natuurlijk een hele grote stad. Met 700.000, 800.000 inwoners, geloof ik. Waarvan 10% van Marokkaanse afkomst. Dan heb je al gauw 70.000 Marokkanen. Alleen,
er wonen ook heel veel andere etniciteiten bij elkaar. Dus het is niet de ideale omgeving om zoiets als de invloed van de ene taal op de andere taal te bestuderen. Dus vandaar in Gouda. Nou, Gouda, specifieke gegevens voor Gouda. Zoals mijn opa gingen de Marokkanen die naar Gouda, die in Gouda aankwamen, die gingen ook gelijk werken in de fabrieken natuurlijk. Zware industrie, zware arbeid. In 1965 waren er 165 en in 2013, dat is inmiddels weer een tijdje geleden, maar het is niet heel veel veranderd, was ongeveer 10% van de bevolking van de 70.000 inwoners, ongeveer 7.000 van Marokkaanse afkomst. Nou, er wordt vooral Refijnse Berber gesproken, dus ook heel specifiek uitgebreid onderzoek naar gedaan, waar de mensen precies vandaan komen. En de meeste mensen die komen daar uit het gebied van de Eetzeef. En Eetzeef, dat is een gebied dat niet, dus als je het aan mensen vraagt, zullen ze zeggen, ja, we komen uit Nador, maar je moet even doorvragen en dan zullen ze zeggen, ja, we zijn van Eetzeef. Dat is een gebied naast de stad Nador, wel in de provincie Nador, maar naast de stad. Dus heel veel mensen, de meeste mensen die komen daar vandaan. En dan heb je ook nog mensen die heel veel mensen uit de X9, dat een andere Refijnse stamgebied is. Oké, nou, dit is een mooie foto van wat dan die Marokkanen in het begin deden. Bijvoorbeeld, vlees snijden in de compactofabriek. Nou, die zijn allemaal mooi varkensvlees aan het versnijden daar. En ja, dat vond ik wel een mooi plaatje. Ik heb een tijdje geleden alweer interviews verzameld met de jongeren. Vooral tussen de jongens, tussen de 14 en 21 jaar. Omdat vooral jongens zijn die straattaal spreken. Ze komen uit vergelijkbaar socio-economische achtergronden. Ze zijn ongeveer 30 uur aan opnames met ongeveer 30 sprekers. Altijd in het Nederlands met heel soms Berbers of Arabische woorden er doorheen. Maar Nederlands is eigenlijk de voertaal van Marokkanen in Nederland. Vandaar ook dat ze het hebben beïnvloed. Nou, zoals we weten, zoals ik in het begin heb gezegd, de talen die een rol spelen binnen de Marokkaanse gemeenschap, standaard Arabisch. Hoewel het niveau van standaard Arabisch natuurlijk maar zeer matig is in de beste gevallen, denk ik. Maar het speelt wel een rol, omdat het in de moskee en in de religie een rol speelt. En in de media ook. Als er thuis Al Jazeera aanstaat, dan wordt dat in het standaard Arabisch gedaan. Dus het speelt wel een rol. Marokkaans Arabisch speelt natuurlijk een rol, omdat de mensen, meestal zijn mensen tweetalig. Er zijn natuurlijk ook mensen die Marokkaans Arabisch spreken in de gemeenschap. Refijnse Berber, zoals ik net al zei, natuurlijk een grote rol. En het wordt vaak, dat is vaak de thuistaal. Er wordt vaak met oudere familieleden wordt Refijnse Berber gesproken. Maar onderling spreken de jongeren vooral Nederlands. Dus school, vrienden, sociale kringen, maar ook met broers en zussen wordt vooral Nederlands gesproken. Dat is eigenlijk al in de jaren 80 al zo in de Marokkaanse gemeenschap. Nou, dan gaan we over naar straattaal. Wat is straattaal? Straattaal is een soort van containerterm. Allerlei dingen beschrijft misschien wel. Maar ik zeg altijd dat het eigenlijk twee dingen inhoudt. Het is meer dan dat, maar om het een beetje te versimpelen, is dat het eigenlijk dat je de inhoudswoorden uit het Sranantongo komen in Nederland. Dus Sranantongo is de voertaal van Suriname. Dus je hebt ook grote Surinaamse gemeenschappen in Nederland. En de meeste woorden die in straattaal worden gebruikt, komen dus uit de Creooltaal Sranantongo. Dat betekent dus tong van Suriname. Nou, woorden, voorbeelden zijn kil, jongen, loco. Loco is volgens mij geen Sranantongo. Dat is denk ik Spaans, maar kan ook Sranantongo zijn. Osso, huis. Vroko, voor werken. Jonko, voor wiet. Broko, kapot, sunny, iets. Shoppa, de winkel, challa, weg, lusu, weggaan, et cetera. Er zijn honderden woorden die uit het Surinaams, of misschien wel duizenden. De fonetiek, dus de uitspraak, populaire uitspraak, wordt dan meestal beïnvloed door de Marokkaanse talen. Dus het Berber en of Arabische intonatie, klinkers en medeklinkers. In hoeverre dat dan wordt beïnvloed, dat is dan de vraag waar ik onderzoek naar heb gedaan. En dat is altijd heel moeilijk, lastig om daar een definitief sluitend antwoord op te geven, zoals altijd in de taalkunde, maar ik heb een poging gewaagd. Het Marokkaanse Berberse lexicon. Mensen, als ik mensen vraag van als ik het erover heb over straat, dan hoor ik heel vaak ja, maar het is allemaal Marokkaans. Al die woorden zijn allemaal Marokkaans. Of ik dacht dat het allemaal uit Marokkaans kwam, maar dat klopt helemaal niet. Het aantal Marokkaanse woorden is eigenlijk vrij beperkt.
Dus er worden wel woorden uit Marokkaans gebruikt, maar het zijn eigenlijk niet zoveel, het aantal woorden. Alleen, de woorden die worden gebruikt, zoals wolla, wolla, wolla ik ga, wolla ik ga niet, wolla ik ga. Dat soort dingen, die hoor je gewoon heel veel. Omdat ze, nou ja, als jongeren onderling praten, misschien wat oudere mensen ook, dan wordt er constant wolla gebruikt. Nou ja, een aantal andere woorden zie je in de lijst. Bijvoorbeeld, dat is voor afkeuring. Ayyik. Ayyik betekent overdreven. En dat wordt ook in de... Dat is ook, zeg maar, een straattaalwoordje geworden. En dat wordt dus ook door niet-Marokkaans sprekende overgenomen. En die spreken dan uit. Die hebben dan hayek van gemaakt. Dat is hayek. Ijn, het woord dat we eerder hebben gezien uit Rifijns, voor één. Of wahed, dat is een indefiniet lidwoord, maar het betekent eigenlijk, het is nu eigenlijk een soort van versterker geworden van wat je wil zeggen. Dus ik ga wahed snel, ik ga wahed snel in de Nederlandse uitspraak. Ik denk, ik ga heel snel. En jij wordt ook heel vaak gebruikt. Wesh, voor een vraagzin, dus wesh ben je gek of zo, dus gebruik alleen dat wesh. In Gouda wordt bijvoorbeeld ook heel vaak tegza gebruikt, door ook jongeren die niet Berbers zijn. Dus dan zeggen ze tegza die mannetje, tegza die mannetje. Andere dingen, dit is niet een complete lijst, maar ewa wordt heel vaak gebruikt. Dat is bijna het standaard woord onder jongeren geworden voor hallo, ewa. Kifesh natuurlijk. Kifesh, je gaat daarheen. Wat heb je nog meer? Nou ja, een paar andere woorden die ik net heb genoemd, saaf, vloes, dat soort woorden zijn populaire woorden onder jongeren. Maar het is vrij beperkt vergeleken bij wat er uit het Surinaams komt, wat Salaman komt. Wat zijn dan de kenmerken? Dus het centrale punt van de invloed van de Marokkaans is eigenlijk de fonetiek, dus de uitspraak. Dat is zeg maar het stoere accent, dat is wat stoer is geworden, ook onder jongeren die niet Marokkaans zijn. Nou, wat zijn dan de kenmerken van het Marokkaans en Nederlands? Nou, er zijn heel veel kenmerken. Een aantal van die kenmerken zijn dat de medeklinkers langer zijn. Dat bijvoorbeeld de z wordt als een z uitgesproken. Dus zga. In plaats van ze gaan, zga. De s wordt vaak een sh. Dus in plaats van dat je school zegt, zeg je school. Ik ga naar school. De ng op het einde van een woord wordt vaak als een n uitgesproken. Lang wordt dan lang. Of dingen wordt dinnen. En de w is net iets anders fonetisch. Klinkers, de lengte van de klinkers verschilt heel vaak. Dus dat je lange klinkers in het Nederlands, worden dan kort. Dus dat je zegt dat je het onderscheid tussen gaat en gat, dat kleiner wordt. Dus je zegt ga gat naar school. Of boom en bom. Weet je wel, dat kan best wel rare situaties opleveren soms. En heel belangrijk is de intonatie. Dus dat je Marokkaanse intonatie in je Nederlands brengt. Ik zie zo'n meisje, ze gaat, wat denk jij? Weet je wel, dat, zeg maar, dat hoger en dat, ook dat een beetje dat staccato, vlakke intonatie, dat wordt ook vaak gebruikt. Nou, morfosyntaxisch, wat betekent dat? Dat betekent de zinsbouw. Dus dat je op een andere manier de zin opbouwt. Dus dat je zegt, gisteren, in plaats van dat je zegt, gisteren was hij hier, zeg je gisteren hij was hier. Voegwoorden worden anders gebruikt. Er wordt vaak niet gebruikt. Voorzetsels, pronomina. Dat zijn heel veel onderwerpen, maar daar kan ik niet allemaal op ingaan. Waar ik wel op ingaan, ik wil eigenlijk twee voorbeelden geven van de fonetiek. Dus het accent. Van Meel heeft een proefschrift geschreven over wat dan zo specifiek is aan Marokkaans en ook Turks-Nederlands. Ze hebben ook Turks-Nederlands aan toegevoegd. Die heeft ze dan vergeleken met Nederlands-Nederlands. Nou, een van de kenmerken is dat je zeg maar in de uitspraak van de Z, dat die heel lang is, dat die heel stemhebbend is. Dus dat je z zegt in plaats van z in het Nederlands. Nederlands-Nederlands is vaak bijna een S. En dat er... wat ze dan noemen regressieve stemassimilatie bestaat. Dus regressive voice assimilation in het Engels. En dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat ga ik zo aan de hand van voorbeelden uitleggen. Het is niet zo ingewikkeld. En het zal jullie ook denk ik wel bekend voorkomen. Het interessante is dat, zeg maar, het feit dat voorkomt, dat is interessant, dat het gaat tegen de regels van het Nederlands. Dus nu heb ik het over Nederlands-Nederlands. Voor België weet ik, kan ik niet heel zeker zeggen of dat ook zo is. Maar ik ga uit van mijn eigen onderzoek. Dus
Het interessante is dat in het Nederlands, in Nederland, de stemlozing van bepaalde klanken al een lange tijd gaande is. Dus je de G, dus dat die als een stemhebbende klank wordt uitgesproken, stemhebbende medeklinken, dus als een R, dus dat je zegt 9 in plaats van 9, dat eigenlijk al, dat alleen hele oude mensen dat doen. Dat je de V, hè, in het Vlaams wordt volgens mij de V wel heel vaak heel goed uitgesproken, goed als een V uitgesproken, terwijl in het Nederlands dat vaak een F wordt. Hè? Dus voet tegenover voet. En de Z wordt dan vaak ook als S uitgesproken. Dus dat is al lang gaande. En dat was in de jaren 90 was dat al gesignaleerd. Nou, wat zeggen de sprekers er zelf over, die ik erover heb gevraagd? Die zeggen van, ja, wij hebben misschien de harde Z van ziek. En nou ja, dat woord staat eigenlijk. Ik weet niet of ik het mag uitspreken voor zo'n publiek. Jullie kunnen het lezen. Je weet toch, witte jongeren in Gouda, die zeggen, ja, wij gebruiken piep ook, maar niet met de Z zoals de Marokkaan. Dus je ziet daar wel een verschil. Zij zeggen echt van, wij gebruiken dat woord wel, maar die Z, die spreken wij niet zo uit. Wat overigens niet helemaal waar is. Die specifieke jongen wel, maar er zijn ook andere jongeren die dat juist wel doen. Nou, waar ik het net over had, die regressieve stemassimilatie. In het Nederlands heb je dus een regel dat als je een van die klanken die je hier ziet, wat dan op student wordt genoemd, dus de P, T, K, F, S of G, als daar een Z achter komt, dan wordt die Z, die wordt stemloos. Dus de Z wordt een S. Dus als je bijvoorbeeld het woord zitzak hebt, dan heb je een T, en die komt dan in aanraking met de Z, hè, hier, dan wordt dat, in de uitspraak, wordt dat zitzak. Dus je hebt zit en je hebt zak, maar als dat dan assimileert, dan heb je zitzak. Hè, de Z wordt een S. Dat geldt dan ook voor een P plus een Z weer, dus heb je op en zoeken, wordt dan opzoeken. Ook tussen woorden, dus niet binnen hetzelfde woord, maar echt tussen verschillende woorden. Bijvoorbeeld gaat zomaar. Dus je gaat en zomaar wordt dan gaat zomaar. Dus de Z wordt weer een S. Nou, dat heb ik gecheckt bij wat ik dan endogene sprekers van het Goudse Nederlands noem. Dus gewoon Nederlandse, witte Nederlandse sprekers. En die doen dit allemaal. Dus die doen allemaal, die passen allemaal deze regel toe. Dus zitzak wordt altijd zitzak. Het wordt niet zitzak. En dat gebeurt bij Marokkaanse jongeren, gebeurt dat lang niet altijd. Dus zitzak wordt niet altijd zitzak, maar wordt ook wel eens zitzak. En dat was al eerder gesignaleerd door Van Mil. Die zegt dus, it occurs in about 1/5 and 1/4 of the realizations produced by the Moroccan Dutch and Turkish Dutch, respectively. Dus in 1/5 of 1/5 van de gevallen bij de Marokkaanse Nederlanders en een kwart van de gevallen bij de Turkse Nederlanders, heb je dus dat ze zeggen, nou moet ik zien. Dus ze doen het in de minderheid van gevallen. Maar ze doen het wel. Hoe zijn die cijfers? Hoe zien die cijfers in Gouda eruit? Nou daar, ik heb er een stuk meer onderzocht. Dus zoveel, 472 gevallen. Daar zie je dus dat ze in 63% van de gevallen, zeggen ze dus zitzak. Dus in plaats van zitzak. Ja, ik had hier een voorbeeld, dat wilde ik laten horen, maar ik kan het wel even voorlezen. Je ziet dat er variatie is. Dus deze jongen zegt ja, maar laat ze maar oordelen over wat ze willen. Dus hier doet hij zeg maar, laten we zeggen, op de Nederlandse manier. En hier doet hij het op de Marokkaanse Nederlandse manier. Dus laat ze oordelen over wat ze willen. Nou, dat is een heel subtiel klein verschil, maar het maakt voor het oor maakt het heel veel uit, want die klanken komen heel vaak voor. En dan is de vraag van, nou ja, waar komt dat dan vandaan? Is dat, komt dat door de oudere sprekers? Of wat veroorzaakt dat? Nou, heb ik ook onderzocht, dus heb ik gekeken naar mensen die in Marokko zijn opgegroeid, op latere leeftijd Nederlands hebben geleerd. Het zijn overigens, die jongeren zijn allemaal jongeren die in Gouda zijn geboren. Het zijn gewoon Goudenaren, die hebben Nederlands van jongs af aan geleerd. En het is ook hun sterkste en alledaagse, de dagelijkse omgangstaal. Nou, bij de ouderen zie je dat ook gebeuren. Dus daar heb je een nog hoger percentage. Er zijn wel veel minder gevallen. Maar dan zie je ook inderdaad dat ze in 73% van de gevallen dat ze die regressieve stemassimilatie laten zien. Dus je zegt, ik zie meer spuug dan pipa's. Dus niet ik zie, maar ik zie meer spuug dan pipa's. En pipa's zijn trouwens piepen. Dat zijn zonnebloempitten. Oké, dat is
Punt 1. Tweede voorbeeld wat ik eruit wilde halen, naar voren wilde halen, is het gebruik van de sh. Dus de S wordt een sh. Nou, ik heb dat gevraagd aan jongeren. En zeg, wat is zeg maar typisch voor als je iets moet noemen? Typisch goud, hoe je platen, zeg maar. En zegt spreker 1, zegt typisch goud. Spreker, moest even nadenken. Show, dat is het, joh. En zegt spreker 1, ja, die sh. Sla snijden, zo praten wij meer. Zegt de andere spreker, sneeuw. Zegt die andere spreker I, zegt weer sneeuw. Spreker U, het heeft gesneeuwd. En zeg ik, ja, ja, ja. En zegt spreker I, je weet toch? En ik zeg dan, ja, ik hoor dat wel vaak bij Marokkanen. Zegt spreker I, ja, dat hebben wij echt veel. En zo ook, eula. Dus ze geven zelf aan dat ze dat heel vaak gebruiken. Nou, dat noemen we dan palatalisatie, dus de S die een sje wordt. Maar je ziet eigenlijk dat het in specifieke gevallen voorkomt. Dus alleen voor een G, een L, een M of een N. Dus eeuwa ja, ik heb nog school. Dus dat wordt gevolgd door een G. Dus als de S wordt gevolgd door V, wordt het school. Of ja, verschillend. Dus dan heb je ook weer een G die erachter komt. Nou, dat is ook variatie. Soms wordt er een S, soms wordt er een sje gebruikt. Maar het is altijd alleen voor die medeklinkers. Nooit in andere... Nou ja, er zijn uitzonderingsgevallen, maar dit is waar het standaard zeg maar voor. En dat geldt ook voor de je. Dus de Z wordt dan een je. Dus dan, als er dan een W volgt, dan zeg je... Hij is die zaak met zwart geld begonnen. Of zijn zwager wordt dan wel eens zwager. Nou, het gebruik van de je. Wanneer gebruiken jongeren dat dan? Ik had een interview met een jongere. En die begon eigenlijk best wel formeel. Ik legde hem uit wat ik kwam doen en wat ik wilde weten en zo. En toen hadden we het over school. En zegt van, ja, ik heb 5 jaar lang Duits gehad op school met een S. Van hier, van school, zei hij daarna nog een keer. Op een gegeven moment komen de jongeren, andere jongeren binnen. Dat was trouwens in een taekwondo club. En het wordt een beetje speels. En in één keer, ik heb dat dus opgenomen, was hij niet met mij aan het praten. Hij was een beetje enthousiast opgewonden. En in één keer kwam er een Marokkaanse intonatie en een niet standaard Nederlandse zinsbouw. Dus het woord school werd in één keer school. Dus toen zei hij in één keer, op school komt er iemand, weet je, hij is Tunesisch. Dezelfde jongen, dus die net daarvoor nog school had gebruikt. Dus daar zie je in dat het eigenlijk een soort van stoere in-group, dus als je je ontspannen voelt, onderling, een beetje aan het geinen bent, of juist iets heel wil benadrukken, dan gebruik je in één keer die dat school. Nou, wat is de functie van straattaal? Twee voorbeelden genoemd van hoe het eruit ziet, maar straattaal heeft natuurlijk ook een functie. Nou, het is wat ik net zei, in-group, dus het is heel, heel erg om de etnische groepsidentiteit te bevestigen. Hè? Van zo praten wij onderling. Dat is eigenlijk ook een van de kenmerken van taal, is om identiteit weer te geven. Een ander punt is dat je ook een bepaalde houding aanneemt tegenover autoriteit. Dus je kan ook autoriteit uitdagen door juist zo heel stoer te gaan praten. Maar dat is niet het enige. Je hebt staat ook heel vaak heel grappig. Dus humor, als je grappig wil doen, dan ga je een beetje straattaal gebruiken, die Marokkaanse manier van praten. Het is ook stoer in sommige gevallen en het is informeel. Dus in een formele setting kun je dat niet gebruiken. Wat is straattaal? Ik zeg altijd van, ja, wat is het nou? Het wordt heel vaak taalverloedering genoemd, vooral door docenten. Die maken zich natuurlijk altijd zorgen daarover. Maar... ja, ik claim dat het geen taalverloedering is, maar gewoon een andere variant van het Nederlands. En wij moeten dat ook erkennen als zeg maar onderzoekers, maar ook als docenten. Want het is niet iets wat je kunt negeren. Het bestaat gewoon. En in Nederland is het heel sterk. Heel veel jongeren gebruiken het wel, maar het is niet per se taalverloedering. Het is gewoon een andere variant. Net zoals dat een dialect of een sociolect, zeg maar, de variant van een bepaalde stad, ook een andere variant is. De vraag is wel, binnen de wetenschappelijke discussie, is het een nieuwe variant van het Nederlands? Dus is het een etnolect of is het een stijl? Dus is het een manier van praten die je soms gebruikt, maar die je net zo goed weer niet kan gebruiken? Dus je schakelt tussen het standaard Nederlands en jongerentaal. Nou, er zijn al debatten over, daar ga ik jullie niet mee lastigvallen. Jongeren kunnen in de praktijk wel heel vaak schakelen. Hoe? Nou, dat is nog een vraag die onderzocht moet worden. Tot zover het deel over straattaal. Ik moet zo afronden, want ik ben volgens mij al over de tijd heen. Wat ik nog even wilde zeggen, is dat waar ik zelf mee bezig ben, is dat ik op het internet, op YouTube, op mijn YouTube-kanaal, het Refijns Berber onderwijs, dat doe ik aan de hand van muziek.
Daar geef ik af en toe lessen. Als je het leuk vindt om dat te leren, of in ieder geval om de taal te horen en te zien hoe het geschreven wordt, dan kun je dus naar mijn YouTube-kanaal, YouTube-kanaal op mijn eigen naam, Galit Maurin, maar ook mijn andere social media, die heb ik ook allemaal op mijn eigen naam. Ik heb ook een website, galitmaurig.nl. Daar kun je ook inschrijven voor de straattaal nieuwsbrief. Dus als je straattaal interessant vindt en de ontwikkeling in Nederland een beetje bij wilt houden, want ik heb helemaal geen zicht op wat er in België allemaal gebeurt, dan ontvang je eens in de zoveel tijd een leuke update over een woordje dat in de media is verschenen, of een interessante nieuwsfeit, of iets wat mij is opgevallen. Daar kun je dus voor inschrijven. Dat is heel, heel makkelijk. Gewoon je e-mailadres achterlaten op het registratieformulier. En eens even kijken. Dat was het. Nee, dat was het niet. Ik wilde ook nog zeggen dat ik af en toe tweetalige boekjes uitgeef. Bijvoorbeeld het boekje Israël en Israël. Dat kun je bestellen via de link hier. Dat is helaas alleen in PDF-formaat of als e-book beschikbaar. Het zijn traditionele Refijnse puntdichten, dus zang is dat eigenlijk, zang, maar dat is zowel in het Refijns als in het Nederlands. Dichtbundel van Moma Cheshire staat er ook op. En ik wil jullie allemaal bedanken.